Normaal gezien hadden we nu al 1 week tour achter de rug met vandaag een eerste rit in de Pyreneeën, aankomst in Larrain. Na een duikvlucht op de Col de Marie Blanc, een col van eerste categorie ook onderweg, een 6 kilometer vals pad, was dit een De Gent-etappe geweest vandaag? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Ik had het ongeveer kunnen raden. Ja, wat is een De Gent-etappe? Alles is mogelijk. Als de dag er is, dan is het een De Gent-etappe. Ja. Jan, jij mag hem niet rijden. De ploeg mag hem niet rijden. Laat de tour jou bijgevolg Siberisch koud? Nee, het doet toch pijn. Ik had er heel graag bij geweest, nog een laatste keer. Maar ja, het is niet, dus hopelijk komt het er nog ooit van. Ik ben er zeker niet klaar mee. Spreken mensen jou nog vaak aan op 30 juni 2013? Ik vermoed dat je weet over wat ik het heb. Absoluut, ja. Dat blijft een soort, like bij een chef, een signatuurgerecht. Dus ja, dat blijft terugkomen. Ja, Michel en José waren erbij natuurlijk. Etappe op Corsica, helemaal aan het begin van de Tour. Kijk, rust nog eens mee, Jan. Geniet er ook nog eens mee van. Hè. Hier zijn we op 1,5 kilometer van de streep. Je plaatst hier de beslissende aanval uit een groepje waar je mee weggereden was. En dan komt het. Hier Jan komt Michel. Bakelands, die gaat hier een formidabel slotstukje breien aan een hele mooie poging om op winst af te gaan. Hij gaat dat ook doen. Niet te veel omkijken. Ze komen eraan, Jan. Ze komen eraan. Jan, vasthouden, jongen. Vasthouden. Yes. En hij pakt hem. Jan Bakelands wint de tweede etappe in de Tour. Kan het nauwelijks geloven. Gaat dat het beste moment in de carrière van Jan Bakelands worden, José? Ik hoop van niet. Ah, ik bedoel, ja, ik hoop dat er nog... Maar nou, dat wordt heel moeilijk over te doen. Ja, het is een geweldige bekroning. Een etappe in de Tour wordt alsmaar belangrijker. We hebben er vroeger zoveel gewonnen dat dat eigenlijk niet belangrijk was. Maar dat is echt wel heel belangrijk. En dan ook de gele trui daarop. Dat zijn eigenlijk 3 etappes. Waar hangt die trouwens? De leeuw staat in de living. Of een leeuwtje en de trui, ja. Geen idee. Ja, die moet in de kast eigenlijk. Toch maar ik weet, goed bij. Ik weet waar ze liggen, maar ze hangen niet op. Ja, toch maar goed bij. Ik kan het zeker niet kwijt, geloof me. Nee. Ik weet waar het is. Het is maar een van de veel gekende momenten natuurlijk uit een rijke toergeschiedenis. Straks gaan we het met jou nog hebben over 89. Is er ooit een mooiere ronde geweest dan die van 89, José? Voor mij dan niet. Voor Jan zal het dan die ronde zijn die gestart is in Corsica. Ja. Straks meer over die ronde van 8 seconden. Eerst naar jouw keuze en daarvoor gaan we terug naar 2000. Wat heb jij gekozen, Jan? Ik was toen ongeveer 14, dus zoals bij veel tieners maakte de ronde een integraal deel uit van mijn dagindeling in juli. En ik weet dat we die rit thuis aan het kijken waren. Ik denk zelfs dat het in het weekend was en dat barbecue was bij ons thuis. En, ja. Rit naar de Van Toe, vooral duidelijk. Hè? Inderdaad, het kwam erop neer dat we toch met heel het gezin naar die rit aan het kijken waren. En dat dat wel een heel spannende rit was, omdat we een beetje de wederopstanding van Marco Pantani meemaakten. Die had heel goed gereden, maar was toch al enkele jaren, of toch een seizoen, naar zichzelf op zoek. En kwam daar ineens meedoen tegen Lance Armstrong. Ja. Voor de ritoverwinning. En ja, een moment dat mij in het bijzonder bijblijft is, op een gegeven moment komt er een aanval van Pantani, waarbij dat het optisch leek of hij uit een camper kwam. Mark Uiterhoeven, die dat toen commentaar gaf ook, die pikte daar mooi op in. En dat zijn woorden die echt heel mijn jeugd bij mij zijn gebleven. Dat heb je meestal zo, hè, met ja. Legendarisch momenten. Le Monde, dat is ook voor eeuwig 9, 8, 7. Dat aftellen, dat is de quote van mm-hmm. Dat hangt ermee samen, hè, een legendarische quote. Ja, dat is inderdaad. Dat is zelfs de wereldtitel van Tom Bonen. Tommeke, 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 wat doe je nu? Ik bedoel, dat blijft bij de mensen bij. Dat zijn zo, het moet ook wel het juiste moment zijn, natuurlijk. Je kan geen quotes uitvinden die nergens op slaan, natuurlijk. Ja. Was jij fan van Pantani of niet per se? Ik was eigenlijk meer Armstrong-fan. Maar ik vond het een beetje flauw. Het was wel een anticlimax dat de ritzege werd weggegeven dan door Armstrong. Wat dan natuurlijk ook weer tot enige wrijving leidde. Want nadien vond Pantani niet dat hij dat gekregen had. En dan was het een robbertje vechten tussen de clan Braneel en de clan rond Pantani. Die zich verongelijkt vonden. En die heeft dan een paar dagen later een zware Alpenrit ook nog gewonnen. Om te tonen van zie je wel. Ik heb dat niet cadeau gekregen. Ik heb het gepakt. Ja, we gaan eerst nog eens. Beter. We gaan eerst nog eens de belangrijkste wapenfeiten van die Tour uit 2000 erbij nemen. Er waren eigenlijk maar 2 echt belangrijke wapenfeiten voor de Belgen. Tom Steels had namelijk al 2 Tour-etappes gewonnen. Daar konden we altijd op rekenen in die periode op Tom Steels. Start in Futuroscope dat jaar. Miller wint de proloog. Dit zijn etappes 2 en 3 en die worden 2 keer gewonnen door Tom Steels. Hier nog in de Mapei-trui, straks in de gele trui, in de groene trui liever, in Loudun en in Nantes. Kon je altijd op rekenen. Ja. Inderdaad, ja, Steels is een periode voor zijn ziekte. Was hem echt jouw wereldtop. Hè. En hij zou dat ook nog een hele tijd geweest hebben. Hij heeft 8, 9 of 10 etappes gewonnen, dacht ik, in de Tour.
En er zal er zeker een deel bijgekomen hebben, maar ja, dat is nu niet kunnen gebeuren. Het was trouwens ook de Tour van Erik Dekker. Die won er toen 3. Ja. Allemaal in de aanval. Moet je ook kunnen, natuurlijk. Het was lange ontsnappingen. Waar hij natuurlijk een patent op had. Absoluut. En het dan afmaken. Straks kunnen we nog verder praten over wat er allemaal nog na die etappe gebeurd is. Maar eerst naar de rit kijken. Er is een aanval in die rit op weg naar de Ventoux. Daar is een Belg bij. Nico Matan is mee. Hij gaat het helaas niet halen. Dit is Christophe Agnoluto. Die naam zegt jullie misschien ook nog wel iets. Winnaar van de Ronde van Zwitserland. Ja, maar de favorieten die hebben zich tot dan toe nog niet echt getoond in de Tour. Het is de 12e rit dus. Armstrong rijdt in het geel. Pantani onopvallend op dat moment. En Armstrong kijkt naar zijn concurrenten in de eerste plaats. Dat zijn Ulrich, Bellocchi, Virenque, Heras, Escartin, de mannen van Banesto op kop. En dan is er ook nog een roze Italiaan. We gaan kijken. Nog 21 kilometer tot de streep, dames en heren. Dit is het begin van de Mont Ventoux. Ik weet het, het stelt niks voor en dat blijft nog een kilometer of 6 zo. Maar dan? Dan is het wachten op wat er daarachter gebeurt. Hoe lang gaan de helpers nog mee? Kunnen ze hier dat tempo nog wat aanhouden? 1,33. Kunnen ze de snelheid nog wat opdrijven? 1,33. Sorry dat ik er even tussen kom. Hier moet dat kunnen. Dit is nog niet echt klimmen. Dit is geleidelijk aan naar boven glijden. Absoluut. Hervé heeft zich laten uitzakken voor hem. Matan, dan Vinokourov. Vinokourov en Kivirev, de Kazakken, dat zijn de mannen waar we het meest van verwachten daar vooraan in de kopgroep. Kunnen zij nog uit de greep blijven van de ontketenende klimmers en van een Armstrong vooral? Pantani schuift op. We zien hem voor het eerst, Pantani. We zagen hem uiteraard al vanuit de helikopter met die zwarte bandana op. En nu heeft hij alles weggegooid. Hij komt stil naar voren. Ja, en hoe? En hoe? Naast Nardello. De Italianen samen. Dit zou nog wel eens de moeite kunnen zijn. De beklimming van de Mont Ventoux. Het is 6 jaar geleden. Het is eigenlijk 30 jaar geleden dat er nog een aankomst geweest is in een gewone rit in lijn langs deze kant. Bedouin in 70 toen onze Eddy Merckx won. Hier begint het, dames en heren. Tot nu toe, dat was opwarming, dat was even wat tempo maken. Maar hier begint de koers en met Olano is het al gedaan, nog voor het goed en wel begonnen is. En hier is Matan. Oei, dat is de volgende. Nico Matan wordt opgeslokt. Hoeveel blijven er nu nog over vooraan? Nog 5. Nico Matan weer uitstekend gereden, maar... En kijk, die houdt altijd nog wat over, Matan. Maar ik denk dat hij nu toch moeite gaat hebben om hier nog even voor te blijven rijden. En hij probeert het in elk geval, maar het gaat niet lang. Hij gaat Armstrong groeten. Kijk, voilà. Voilà, nog heel even kijken, Lens. Oké, het gaat je goed. Hier zijn we nog met Hervé, met Botero en met Vinokourov. En die heeft nog wat over. Heel even een schijn van een demarrage van Vinokourov op 14 kilometer van de aankomst. Maar komt daar de rest al? Ik denk het wel. Hier dus Vinokourov met Botero in zijn wiel. Halve minuut, Mark. Dat is nauwelijks 100, 150 meter in zo'n klim op die steile stukken. Dus het peloton komt eraan. Of het peloton, nou ja, de groten. Maar dat tempo is zo verschroeiend. Het wordt eerder iets voor krachtpatsers. Veel meer dan voor echte ranke klimmers. Dus Zulle, Piepoli, Nardello er allemaal af. Moreau, de derde in de stand, er ook af. Wie hebben we nog van de top 10? Armstrong. Die Ulrich. Ulrich zegt, en kijk, hier krijgen we vooraan een aanval van Vinokourov. Die moet zich nog heel goed voelen. Probeert Botero eraf te rijden, maar probeert vooral tempo te maken. En dit is een sprint op de Mont Ventoux wat hij doet. Dat gaat hij toch wel even betalen, denk ik. Hoe snel gaat dat? En nog eens. En die Botero probeert dat te volgen. Dit is straffe kost. En Botero komt daar nu bij. Die gaat wijzelijk een beetje blijven zitten. En Vinokourov die komt zichzelf een beetje tegen. U ziet hoe relatief snel en relatief langzaam het gaat als die Duitse duivel er nog naast kan lopen. Hij is eraf. Botero, Vinokourov, ik heb het gezegd, die gaat dat toch wel betalen. Het is rapper gebeurd dan ik gedacht had, want ik had nog enigszins vertrouwen in Vinokourov, maar nu helemaal niet meer. Dit is echt, het ging veel te snel en dan gaat die hartslag veel te veel omhoog. En dan blaas je jezelf op, want de Ventoux geeft zeker in het bos geen enkele kans om te recupereren. Vraag het maar aan Alex Zulle, die gelost is uit de groep der favorieten. Zulle, al een tijdje worstelend met die crisis. Hij heeft nog assistentie van twee mannen van de Piepoli. Ook Escartin moet passen. Escartin gaat nog veel meer tijd verliezen. En hier Jiménez er ook af. Ja. Al dat werk van de Banestos voor niets. En het is ook Hamilton die daar al past.
heeft zijn werk blijkbaar gedaan. Al, dat kan ik begrijpen daar. Belgische Van de Bauer krijgt het moeilijk. Belgische duivels. Hij moet zich vastbijten. Hervé is er ondertussen ook afgegaan. Ochoa. En de groep wordt nu zo klein dat ze... Dat de onderdelen op de vingers van één hand te tellen zijn en Pantani weg. Pantani kan niet volgen. Ulrich is de enige met Virac van de klassementsrijders die echt mee kan. En? Bellocchi. Inderdaad. Kevin Livingstone is de laatste die hier bij zijn grote baas blijft. Wordt het een tweestrijd Armstrong-Ulrich? Dat zou super zijn. De eerste en de tweede uit het klassement. Virac gaat het moeilijk krijgen. Dat is echt bijten in dat wiel voor hem. En Pantani is er weer. Dat moet een ongelooflijke morele klap geven op dit moment. Want hij wilde toch nog wel wat proberen. Hoeveel zit er nog op dat bobijntje van Livingstone? Die zagen we toch al een paar keer diep gaan. Een grimas trekken. Kan die nog volhouden? Vinokourov die nu weer probeert aan te pikken bij de groep van de favorieten die ondertussen vooraan zitten. Christophe Moreau dus derde in de stand. Heeft 2 kilo afgegooid deze winter in de hoop dat hij in de bergen beter zou mee kunnen. We gaan wat verder kijken en we gaan nog een paar mensen oprapen. We zien hier met de 104, dat is Garcia Casas en hier Pantani. Komt terug. Nee? Hij komt terug. Ja, hij komt hier bij Vinokourov. Natuurlijk. Die houdt nog heel even stand, Vinokourov. Daar is ook nog Virenque. En hier komt Chalabert ook weer terug. Het nummer 51 zal dit jaar de Tour niet winnen. Maar waarom de rit niet? Want Kevin Livingstone, heb ik de indruk, heeft een iets minder sterk tempo over dan Tyler Hamilton. Dat is natuurlijk ook logisch, want die Livingstone die heeft ondertussen ook heel de tijd dat tempo van die Hamilton moeten volgen. Of zijn er dan toch plaatsen waar je kunt recupereren en heel even terug? Nee, ja, je kan iets trager rijden natuurlijk, maar dat is niet recupereren. Kijk maar dus... Botero, de laatste. Ja, het peloton rijdt op kop bij wijze van spreken. Maar het is ondertussen een uitgedunde en uitgelezen kopgroep geworden met Lance Armstrong daar in tweede positie. Ik tel Botero niet meer mee, al zit de kans erin dat hij nog redelijk goed kan aanpikken in eerste instantie. We gaan met de absolute toppers naar boven en dat is toch eigenlijk wat we wilden. De strijd tussen de allergrootsten voor de ritzegen. We zitten ongeveer halfweg op 1000 meter hoogte, bijna. We gaan naar de enige haarspelbocht. De Virage Dubois noemen ze hem, de bocht in het bos. Het is het simpelste wat je kan inbeelden als naam, maar het is wel zo. Het klopt helemaal. Vinokourov is er toch even doorgekomen, vooral omdat er even iets minder snel is gereden. Maar Pantani, kijk eens, heeft u hem zo al ooit gezien? Ik niet. Heras demareert. Dat is omdat het tempo te traag wordt en dus gaat Heras proberen. Livingstone gedaan. Ja. En ook Armstrong volgt. En nu, wat doet Ulrich nu? Hier gaat Heras en hij kijkt om. Houdt direct in Heras op het moment dat hij de gele trui ziet komen. En die heeft nu een kaart op tafel gegooid. Speelt hij door of niet, Armstrong? Ja, hij speelt voort. Op 10,5 kilometer van de aankomst. Halfweg de beklimming. Halfweg de klim zitten we. Ulrich heeft kleiner geschakeld. Niet echt een goed teken. Oh. Bellocchi is er nog bij. Heras. Pantani eruit. Is dat definitief? Dat hangt alleen van de mensen voorin. Af als het daar weer wat vertraagt, alles is relatief, dan heeft hij nog kans. Maar hij is in elk geval van plan om zo goed mogelijk te blijven doorrijden. Niet te zeggen, oké, het is voorbij. Want je weet nooit wat daar vooraan nog gebeurt. Het wordt namelijk ook min of meer tactisch vanaf dit moment. Kijk eens, wat een volk, dames en heren. Op 6 kilometer van de top zijn we Chalet-Renard voorbij. 300.000 mensen op de Mont Ventoux. Wanneer komt het? Wanneer gebeurt het? Ja, dan heb ik ik heb de renners er dan nog niet eens bij geteld. Want die waren er niet. Die zijn er nog maar 3 kwartier, iets minder, op aan het fietsen. Bellocchi heeft gesproken met de Colombiaan, met Botero. Virenque heel die tijd achteraan blijven hangen. En nu heeft hij de kop genomen. Daar in de bocht van Chalet-Renard. Gaat Ulrich hier van achteruit. Pantani komt weer dichter op 6 seconden. Ja, dat betekent dat ze hier vooraan recupereren in plaats van te versnellen. Op een plaats waar dat eigenlijk wel kan. En daarvan profiteert Pantani. En dan heeft hij gelijk dat hij volhoudt. En Mark van de Vieveren, zag je hem door het dak priemen. Die kijkt en ziet wellicht ook Van de Bauer wat dieper. Pas op, Pantani kan de rit nog winnen. Hij heeft doorgebeten vandaag in tegenstelling tot Otakam. En als ze vooraan daar geregeld stilvallen zoals nu. Dan kan zo'n man als Pantani op karakter en op natuurlijk op zijn eigenheid. Is maar een licht mannetje, hij weegt maar 6,57 kilo. Dan kan hij nog meespelen.
spelen voor de ritzege. Virenque blijft doorgeven nu, trekt het tempo toch wat op. Wordt natuurlijk ook aangemoedigd en hij leeft daarvan. Hij leeft daarop, Virenque, van het publiek, van de aanmoedigingen. En er zijn er natuurlijk veel uit zijn streek. Het is maar 200 kilometer van hier, de Vaar, waar hij woonde, moet ik zeggen. Want hij woonde ondertussen in Genève. Maar in elk geval, aangemoedigd als hij nu wordt, geeft hij het tempo aan in die kopgroep van 7. En Pantani gaat nu proberen. Pantani probeert... Met Heras. Aanval van Pantani met Heras. Botero verdappert, maar die gaat daar niet mee mee. Dat kan ook niet, want Heras gaat mee. Die kijkt om en die ziet dat er een gat is. En wat doen de twee troonpretendenten? Die blijven zitten zeker. En het is Ulrich die ook verdappert. En het is Beloki die nu naar de top wil. En die gaat de rest weer bijbrengen. Het gaat moeilijk zijn om het vol te houden, dat zie je aan Pantani. Maar hij improviseert, hij probeert, maar het lukt niet. Want ze komen naderbij. Beloki wil namelijk ook absoluut die rit. En Pantani gaat toch nog eens proberen. Het is hier iets minder steil ook. Hij zou kunnen wachten, maar hij doet dat niet. Hij maakt gebruik van het feit dat de favorieten niet blijvend tempo maken. En hij gaat het nog eens doen, Pantani. Hij probeert weer. Minder stijl, u ziet het, blijft draaien. Kijkt om, stuur onderaan en geeft nu alles op alles. En wie gaat erachter? De Kelmessen met 2. Heras gaat erachter. Het is Heras die erachter gaat. En heeft nog zo'n paar scatti in petto. Dat kan hij verschillende keren, 4 tot 5 keer. En de rest op die manier kapot maken. En nu komt Armstrong. Armstrong komt daar naar het wiel van Heras. En ook Ulrich. We moeten oppassen. Hij moet oppassen dat hij zichzelf natuurlijk niet kapot maakt, Pantani. Maar in elk geval, het was wat te verwachten als er daarvoor aan geen tempo wordt gemaakt. Maar u ziet dat hij geen gat kan slaan zoals vroeger, zoals toen hij de echte Pantani was. Maar het is nog niet gedaan. Hij gaat nu weer wat terugzakken en dan weer optrekken. En Ulrich die meer kijkt dan dat hij rijdt. Ik denk dat het nog redelijk goed gaat met Ulrich, maar ook met Armstrong hoor. Hij volgt het van op de tweede rij. Hij zit een beetje in de loge, ik overdrijf. Botero moet nu werken voor Heras. Armstrong defensief, voorlopig op zijn Indurains. Beloki heeft het moeilijkst op dit moment. Virenque, bijna tegen die fotograaf. En nog eens Pantani, nog eens verdapperen. Botero controlerend. Pantani kijkt eens om en Virenque. Beloki hangt er nog aan. Botero, nog eens Pantani, binnenkant bocht. Binnenkant bocht is Virenque die eraf is nu. Hij heeft even geprobeerd het tempo wat op te trekken. Toen ging Pantani en die tempoversnellingen kan de pseudo-klimmer Virenque, ik overdrijf alweer, niet aan. En hij gaat nog eens. Pantani die nu keer op keer weer tempo erin brengt, maar hij geraakt niet weg. Hij doet de anderen wel wat pijn, zichzelf ook natuurlijk, maar hij geraakt niet weg. Ze volgen gewoon. Ze kunnen bijna de top aanraken. Zo dicht zitten ze nu op die kronkelende weg tussen die witte keien waarvan je je afvraagt hoe ze toch blijven liggen met al die wind. Maar de wind is wel serieus verminderd, al speelt hij natuurlijk nog altijd zijn rol. Ze gaan een waaiertje vormen. En hoe ver zitten ze nog van de steile Simpson, die gedenksteen ter ere van Simpson? Wat verder staat er overigens eentje voor ene Kramer. Een fietstoerist die daar in 83 het leven liet. Het zal zijn worst wezen. Van de Wouwer is al zo vaak deze Van Toe opgereden. 3 keer in de Dauphiné Libéré en hij heeft hem nog nooit zien staan. Dat monument voor Simpson, die stijl. En die Merckx nam daar in 70 het petje vooraf. Dat kunnen deze niet meer, want het is bijna overal weg. Nee, gewoon helemaal overal. En Pantani gaat nog eens. Hij kwam daar uit een camper, zag u dat? Oh, dat was link gespeeld. Het was even de camper binnen en buiten en hij is weg nu. En want Ulrich blijft zitten. Ulrich blijft zitten. Natuurlijk, het is nog maar 30 meter, maar hij blijft op de trappers gaan. Het stuur onderaan. Dit is weer een schim, laten we toch maar zeggen, van de Pantani van 98. Want die zou wel anders gereden hebben onderweg. Maar in elk geval, het is prachtig wat Pantani op deze Van Toe doet als hij hier wint. Dan redt hij zijn Tour, dan redt hij zijn seizoen, dan redt hij zijn jaar. Want sedert zijn uitsluiting uit de Giro d'Italia heeft hij niks meer gewonnen. En dan spreek ik over de Giro d'Italia van vorig jaar. Dus al 2 Giri geleden moet je zeggen. En hier winnen op de Mont Ventoux. Het is alleen de allergrootste gegeven. En Marco Pantani wil zich daar weer bij zetten. En het gaat lukken. Want hij doet voorlopig niets. Hij wacht, hij luistert. En hij luistert vooral naar Johan Bruyneel. En wat doet Heras? Kan die nog? En Botero. Hier Botero. Is die eraf of gaat hij achter Pantani? Die rijdt naar Pantani. Botero rijdt naar Pantani. Botero, hij werd tweede achter Dekker eergisteren. Hij reed toen 203,5 kilometer in de aanval. Vandaag ook nog eens een kilometer of 120. En hij rijdt nu naar de gevleugelde klimmer Pantani toe op de Mont Ventoux. Een van de mooiste bergen in de wielergeschiedenis. Zo niet de mooiste. De man van Medellin achter die van Cesenatico. Nog een meter of 5. Maar pas op, hij rijdt hier nog niet helemaal dicht. Pantani versnelt namelijk. Pantani heeft hem zien komen. En dit is grote klasse. Tactisch gespeeld. De meer ervaren Pantani die jonge Botero
Quintero een tik verkoopt door hem de indruk te geven dat hij aan het terugkomen is en dan weer versnellen. Alleen de echte klimmer kan dat, want dan moet je er toch echt rekening mee houden dat Pantani niet de super Pantani is. En toch doet hij het. En deze man gaat kapot. Die heeft zichzelf een beetje overtroffen. En het is dan uitkijken naar de rest. En wat doet de rest? Je hebt de indruk dat de Amerikaan wind, klaar wind, kijk eens, zit. Hij tegen de wind en hij is weg. Hij is weg. En wat doet Ulrich? Hij gaat weg. En nu erop en erover. Nee, hij kan niet. Ulrich blijft zitten en Pantani zit niet zo ver. En dat betekent dat Johan Bruyneel hem toch vrijgeleide heeft gegeven. Ik had al de hele tijd de indruk dat Armstrong bleef zitten tot Bruyneel hem de toestemming gaf om naar voren te rijden. En als zo zit, is jammer voor Pantani, maar hij gaat er naartoe. Een zucht voor hij gaat er zo naartoe. En nu naar Pantani. Hij gaat er zo naartoe. Hij wil de rit. Hij rekent af met de Van Toe, maar hij is nog niet binnen. Eerst Pantani nog oprapen. Waar zit hij? Daar rijden de wagens. Nog goed 75 meter. Nee, zelfs niet. 35. Hij heeft hem te pakken. Nu mag hij toch niet overmoedig worden, want die laatste 2 kilometer zijn ook bij de beesten af en wind tegen. En hij rijdt naar Pantani in een korte sprint. Lance Armstrong, het is echt indrukwekkend. En hij gaat de ritzegen niet cadeau doen aan Pantani. Dat gaat hij ook niet willen, Pantani. Want dat is zo van sukkelaar. Je krijgt ook iets. Zo voelt Pantani zich helemaal niet. En nu gaan we wat krijgen. De winnaar van de Tour 98 tegen de winnaar van de Tour 99 in een sprint op de Mont Ventoux. Hij heeft heel lang gewacht. Heel lang gewacht. We zijn in de slotkilometers. En nu, wat doet hij? Kijk naar Pantani. Nog 2,5 kilometer. Vraagt, ga je mee? Was ja, vraagt, ga je mee? Hij gaat wel doen, ook, denk ik. En nu met z'n tweeën gaat hij die nog een heel even op sleeptouw nemen en dan afrekenen in de slotkilometer. Wat een vreemde ontwikkeling. In elk geval een schitterende strijd. Ulrich is weg, andermaal. Toch ook niet onderschatten de rol van de wind. Hè. Als je de vlaggen bekijkt, de wind blaast pal in het nadeel. En kijk eens naar het fladderen van de truitjes. Kijk eens naar die gele trui van Armstrong die wat te groot ziet. Die mag wat strakker. Kijk nu om en wat doet Pantani? Uiteindelijk is Armstrong toch wel de beter, de man met duidelijk, meer kracht. Duidelijk, maar hij wil hem niet vernederen. Dat is ook respect voor een ander groot kampioen. Pantani will see, zei hij in de hij winter. Gaat. Pantani will see en Pantani sees, denk ik. Hij gaat bijten Pantani, maar het zal niet volstaan. De ander ondertussen op 25 seconden. De ander, dat zijn nog altijd de vier. Het groepje met Ulrich. Hij is te sterk. Hij heeft hem nog even meegenomen. Maar Pantani bijt en dat is toch ongelooflijk. Wanneer gaat het barsten? Wanneer gaat het lijntje breken? Je vraagt het je af en hij komt terug. Wat prachtig. Fantastisch wat Pantani hier doet. Voor de ritzegen bovenop de Ventoux krijgen we een sprint tussen de toerwinnaars van de laatste 2 jaar. Hier met de vaste camera. Een ideaal beeld. Daar de twee. En ginds in de verte dat groepje met Ulrich. Nog altijd met zijn vieren samen. De Amerikaan is baas. Mentaal baas. En de andere die haakt zich ook, vast. Denk ik. Pantani. Recht op de trappers. Nu weer Armstrong. Armstrong met een gele trui. Pantani met gele banden. En ze komen naast elkaar. Wat een ongemeen spannende strijd hier bovenop de Mont Ventoux. Ongelooflijk mooi. Hij keek, zag je dat? Daar was ik daar maar al. De grote van de moderne wielersport. De beste rondrenners uit hun periode. Gaat die van 2000 afrekenen met die van 98? Dan moet het nu toch stilaan gaan gebeuren. Wat een vreemde aankomst. Pantani is al 3 keer dood geweest. Kijk hem bijten op weg naar die laatste haarspelbocht. Dat gaat een heel vreemd gegeven zijn. Ik weet niet hoe ze dat gaan moeten aanpakken. Het was daar ook dat Pantani naar keek, naar de aankomstplaats. Hoe moet ik dat aanpakken? Want dit gaat een sprint worden. Hij is niet traag, Pantani. En hier is die laatste haarspelbocht. En nu is het nog 80 meter. Daarboven is het. Armstrong op de maan voor de tweede keer. We gaan zien wat het geeft. Armstrong en Pantani. En Pantani gaat hem nemen, denk ik. Of niet? Kijk eens, naast elkaar. Naast elkaar. Naast elkaar op de top van de Ventoux en Pantani krijgt hem een mooi gebaar van Lance Armstrong. Hij is voor de 4e keer tweede in deze Tour. Maar Pantani heeft hem gekregen. Je moet het eerlijk zeggen. Het is een mooi gebaar van Lance Armstrong aan en Marco Pantani. De strijd voor de 3e plaats. En het is Beloki die uiteindelijk nog overeind blijft hier in die strijd met Ulrich. Beloki gaat 3e worden. 1 Pantani, 2 Armstrong, 3 Beloki. En dan 4e Ulrich. Ulrich die de schade toch nog weet te beperken. En dat is op 28 seconden van de 2 toppers. Nog eens kijken de manier waarop Pantani, die ondertussen ongetwijfeld al op de hoogte is, dat hij de zege min of meer cadeau krijgt van Armstrong. Want tenslotte, hij heeft ervoor gevochten, daar niet van.
Dit is een gevolg van zijn ziekte. Hij is altruïst geworden. Hij was egoïst. Alles voor mezelf. Ik ben de heerser. Ik bepaal wat er rondom mij gebeurt. En nu kijk eens wat ja, dat laatste dat heeft hij zeker gedaan. Hij heeft ongelooflijk bepaald wat er rondom hem is gebeurd, Armstrong. Ja, kan je hier nog van genieten, Jan? Als je dat terugziet? Absoluut. Ondanks met alles wat we weten? Ja, dat was de tijd. En we kunnen niet meer teruggaan en dat veranderen. Dat is gebeurd. En ik wil ze een eten geven die dat toen aan hetzelfde potje zaten. Dus ik denk dat we nog min of meer van een level playing field mogen spreken. Ja, het thema, buiten dat thema, maar het thema toen was wel, heeft hij die rit nu gekregen of niet? Met de beelden die we nu zien, duidelijk, hij heeft ze gekregen. Want hij was in zijn eer gekrenkt, hè, Pantani? Ja, dat kan wel zijn. Maar als je nadien ook de verhalen van Armstrong gehoord hebt, dat hij nu in de laatste uitzendingen nog gezegd heeft van ja, dat zal ik nooit meer doen. En dat heeft hij nadien ook niet meer gedaan. Dus ja. Ik denk dat Armstrong meer spijt heeft van het feit dat hij die rit heeft weggegeven daar dan van wat er nu allemaal is uitgekomen. Ik denk dat dat een enorm bitter gegeven was, want de Van Toe is een mythische aankomst. Daar was op de onbekende Italiaan dat daar ooit een vroegontsnapping gewonnen heeft. Eros nooit Poli. Gewonnen. Inderdaad. En vooral het feit van daar te winnen in de gele trui, dat was alleen, denk ik, voor die Merckx gelukt. En hij had dan de tweede kunnen worden. En die kans heeft hij laten schieten door het aan Pantani te geven. Inderdaad. En ik denk dat hem daar ook wel laaiend mee eens is. Dat hem daar iets heeft weggegeven dat echt bijzonder uniek was. Froome heeft trouwens ook hetzelfde gedaan, denk ik, in de gele trui. Die moest lopen natuurlijk op de Van Toe. Ja, maar in 2013. Hè. We gaan nog eens luisteren naar Armstrong, wat hij daar precies over zei. I respect him. I think if I don't want to go drink a beer with him, but you know, he got a gift on the Van Toe, and he forgot very quickly. But the objective is to win in Paris. The top step in Paris is what it's all about. With what you know now, you wouldn't have given the stage on the Van Toe? No way. No way. But we all make mistakes. Yeah. So. Opgenomen de dag voor de slotrit. Ja. Dat is nu nog erger, ja. Inderdaad. Ja, want we hoorden op het einde van het ritverslag Michel zeggen hij is altruïst geworden. Ja. Dat was dan te vroeg. Dat was inderdaad te vroeg, ja. Maar als je ziet nu, ook als je die uitzendingen terugziet, ook van mezelf, als je commentaar geeft bij etappes en je hoort jezelf dan vertellen 10 jaar later wat je daar allemaal vertelde, gewoon omdat je niet weet, wat je gewoon kijkt op de beelden en je weet niet de geschiedenis, je weet niet wat er achteraf gebeurt, dan is dit de koers geweest en dan zie je Pantani lossen en dan moet je zelf zeggen, ja, dat is gelost. Eigenlijk is die gelost. Ook al heeft hij een carrière achter de rug en heeft hij de Tour al gewonnen, maar die is daar gelost. En die komt terug en die komt nog eens terug. En dan, ja, je gaat automatisch mee in dat verhaal. Maar ik denk wel dat Mark Uitroeven daar inderdaad het juiste woord had van, hij heeft die ontslap of die wedstrijd gekregen. En dan is het voor Armstrong en voor iemand anders die dat doet, iets weggeven en die keel gaat dan zeggen, nee, dat is niet waar. Ja, dan wordt hij helemaal gek natuurlijk. Hè. Ja, een paar dagen later is er nog een soort straight overwinning, als ik het zo moet noemen, voor Pantani op Courchevel. Hij is in zijn eer gekrenkt dus, wil de puntjes op de i zetten, gaat naar zijn tweede etappe overwinning rijden. Een soort ouderwetse Pantani-aanval. Favorieten waren natuurlijk ook in een onderlinge strijd verwikkeld, dus hij kon daar voor een stuk ook van profiteren. Het is zijn laatste etappe-overwinning geweest. Hij heeft nog wel een aanval gepleegd een paar dagen later, maar is eigenlijk anoniem uit de Tour verdwenen. En dan is dat een heel raar verhaal. Hij kwam geen poot vooruit in de bergen, wint 2 etappes en verdwijnt dan anoniem uit de Tour. Is dat een, ja, zeg maar gewoon, ja, dopingkuur genomen en weg? Dat weet ik niet hoe dat allemaal gegaan is, of dat zo kortwerkend was toen, maar ja. Het is wel ze hadden toen meer middelen om de vorm toch nog te doen komen dan nu, laat ons zeggen. Dus. Ja, ik denk dat dat niet veel met vorm te maken heeft. Hè. Vorm komt niet zo en gaat ook zomaar niet weg. Hè. Dus dat heeft te maken met andere toestanden. Ja, met dingen die op dat moment legio waren. Die rit naar de Van Toe, is dat de mooiste voor hem? Of is dat dan die rit naar Courchevel? Of zeggen jullie, Pantani is voor mij toch nog iemand anders? Ja, hij was eigenlijk al op de terugweg. Mm-hmm. En ik weet niet of dat dan de mooiste overwinningen zijn. Ik denk dat de mooiste overwinningen degene zijn waar je eigenlijk ontkomen bent als renner. En dat je eigenlijk voor de eerste keer kunt bewijzen van... Wauw, ik klop hier. Ik ben aan het komen en dit kan nog meer worden. Eigenlijk was het verhaal van Pantani op dat moment eigenlijk
de Pantani die aan het afzwakken was. En dan denk ik dat je toch gaat twijfelen of er ooit nog meer komt. Ja, in 98 won die Giro en Tour zeker. Ja, dit is 98, de Tour op weg naar Les Deux Alpes over de Galibier, waar hij Ulrich op minuten rijdt. Wel ja, dat is toch wel denk ik een van de grootste Pantanis ooit die we gezien hebben. En zeker de manier waarop. Met het jekje aan, ja, afdaling. Natuurlijk, ja, een Italiaan in de regen, om het zo uit te drukken. En dan op die manier alles en iedereen wegrijden. Kijk, hier. Ja, Ulrich op minuut. En daar dan de Tour winnen, had inderdaad ook de Giro gewonnen. Ja, dat was zijn jaar. Ik denk puur fysiologisch dat misschien het strafste de ritoverwinning in Europa was in de Giro. Omdat hij daar een mechanisch effect heeft aan de voet. Die klim is niet heel lang. En hij is daar echt als 180ste van de 180 begonnen. En ik denk dat hij gewoon 10 kilometer heeft rechtgestaan. Alleen maar heeft rechtgestaan. Ja, gewoon de guidon van onder. Met de bril van nu kijkend zeiden van hier klopt van alles niet. Maar toen ging je erin mee natuurlijk. Toch kun je er wel van genieten. Hebben we ooit nog zo een type coureur gehad? Mannen die zich niks aantrokken van vlakke ritten en enkel... Hij heeft dan wel natuurlijk een Tour gewonnen. Maar dat type is, of zeg je, ja, zo'n Bernal, dat is in dezelfde categorie. Ja, ik denk dat Bernal... Ik kan dat niet vergelijken nu. Dat is, je mag 100 jaar naar school geweest hebben voor wielrennen te leren, maar dit ja, Bernal en Pantani vergelijken, dat zou heel slecht zijn voor Bernal. Ja, pijnlijk. Als je weet met wat het materiaal dat er toen gereden werd, de evolutie in het materiaal, maakt dat we nu... Ja, en de guidon van onder en daar buiten. Ja, ik bedoel... Nee. Twee verschillende snelheden. Ja, we gaan dat niet doen. Kijk, geluid bij Snakeluik 99, de manier waarop dat er op de redoet wordt gereden, dat gaan we nooit meer terugzien. En gelukkig maar. De sport is... Zo spelen met de krachten. Ja. Spelen met de kan krachten, niet, dat kan nu niet meer. Hè. Ja, en wat ik ook terug zie, en dat een evolutie ten goede is, dat iedereen heeft nu een helm op, maar toen had niemand dat op. En ja, ik heb ook de podcast van The Move van Armstrong, waar het hem eigenlijk een pleidooi geeft voor het stoppen van het dragen van de valhelm, wat absoluut niet te verdedigen valt. Maar als je dan dit terugziet, in die tijdsgeest past dat weer wel, want ja, dan zie je het was logisch, kloppen en zo. Logisch. Je ziet ze, ja, tuurlijk, ja, het is mooi om te zien. Op het hoofd van Pantani liggen. Ik heb schrik dat ze gaan openbarsten op dat moment zelf. Dus ik bedoel... En inderdaad, momenteel iedereen, een grote bril op, helm. Ja, je ziet ze niet iedereen meer. Is hetzelfde. Hè.